Dames en heren, leuk dat jullie weer zijn bij deze nieuwe video. Vandaag is het woensdag en ik ben vandaag erg laat opgestaan. Dat kwam omdat ik vannacht heel laat ben opgebleven om mijn zus te verrassen op het vliegveld. En hoe dat uitpakt, dat zien jullie zondag in de video. In ieder geval wil ik jullie vragen om allemaal te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En ik vind het eigenlijk best stom om te zeggen. Maar ik merk gewoon dat als ik het zeg, dat het wel werkt. En ik dan sneller de 500.000 abonnees haal. En daar heb ik echt super veel zin in. Want kijk, hè, het is bijvoorbeeld als je in de winkel staat en je ziet een product van 1,99 euro. Denk je, ah, valt wel mee. Maar zodra er 2,02 euro staat of zo, denk je, oh, dat is best veel. Snap je? En nu, met 450 is veel, 470 is veel, 480 is veel, 490 is veel. Maar zodra die 4 en een 5 verandert, bam, dan is het weer in één keer veel meer. Ja, zo ziet het er ook uit, terwijl eigenlijk valt het wel mee. En ja, daar heb ik heel veel zin in. Dus als je nog niet geabonneerd bent, doe dat dan even. En wil je het nou niet, dan hoef je het ook niet te doen natuurlijk. Verder sta ik hier in mijn kamer. Kijk, mijn koffer staat hier. Er liggen wat spullen allemaal op de grond. Het is een beetje een rotzooi hier overal. Ik sta hier voor mijn kast. Ik ga namelijk op vakantie. Morgen gaan we weg, op donderdag. En vandaag is het dus het plan om te gaan inpakken, alle spullen te pakken. Maar nu heb ik een probleempje. Ik ben mijn GoPro kwijt. En die kan ik eigenlijk niet missen op vakantie. Maar ik weet gewoon echt niet waar die is. De laatste keer dat ik hem had gebruikt was in de dierentuin. En toen heb ik hem daarna wel mee naar huis genomen. Alleen ik weet gewoon niet waar die is. Echt, ik heb geen idee. Dus daar moet ik even naar op zoek gaan. Ik dacht ook gewoon dat ik hem in mijn tas had gedaan, maar daar zit hij gewoon niet in. Maar voor de rest ook gewoon even allemaal andere spullen pakken. Alle andere schoenen, kleren, dat soort dingen gaan we nu doen. En dan kijken wat ik allemaal mee ga nemen. Zo, we zijn goed bezig met spulletjes pakken. Ik heb nog steeds alleen niet mijn GoPro gevonden. En ik heb echt al vet goed gezocht. Gewoon echt, ik ben niet de beste zoeker, maar ik heb nu echt goed gezocht. Dus als hij nu een keer op zo'n stomme plek ligt waarvan je echt dacht van, bro, are you kidding me? Dan zou het heel stom zijn. Maar ik heb echt goed gezocht, dus op dit moment nog niet gevonden. Misschien straks nog, misschien is hij wel bij Isa, ik heb geen idee. Wel gek, want voor mijn gevoel had ik hem echt in mijn tas gedaan. Maar ja, daar zit hij ook niet in, dus helemaal raar. Maar ja, maakt het niet uit. Ik heb een bumper shirt aan. Nice, die zijn nieuw in de webshop. Daarnaast heb ik ook nog twee andere shirts. Check ze. Nu in deze rommelbak ga ik gewoon op zoek naar dingetjes die ik nodig heb. Dan heb ik hier nog in mijn laadjes van allerlei spulletjes liggen die misschien wel handig zijn. Dus ja, we moeten even op zoek wat we allemaal nodig hebben. In ieder geval, deze spulletjes hier heb ik een beetje al nodig. En voor de rest heb ik die laptop nodig. Dus we zijn op weg. In deze kleine koffer ga ik al mijn apparatuur meenemen. En dan in de grote koffer, die nu al beneden staat, ga ik al mijn kleertje meenemen. Oh, dit is niet goed volgens mij. Dat zag er niet zo goed uit. Maar ik ga nu rijden met de auto naar Isa. En dan gaan we kijken of we de GoPro nog ergens anders kunnen vinden. Wie weet. Ah, sad life. GoPro kwijt. 400 euro. Ben jij aan het doen? Mijn laptop deed niet meer. Oh, dat moet niet. Zullen we als eerst even vertellen dat mijn GoPro voor nu, tot nu toe, nog definitief kwijt is. Ik heb ze al meegenomen in de zoekstory. Maar het is niet gelukt. Echt shit. Ja, maar gelukkig mag ik die van D lenen. Ja. Voor de vakantie in ieder geval. Maar ja, het is wel alsnog balen natuurlijk dat die weg is. Maar ik snap ook niet hoe het kan. Kan niet. Etenlastie! Smakelijk. Doe eens wat in je mond. Oh, wat deed je nou? Zeg maar net niks. Smak eens. Nee. Dit wordt zo'n product allemaal dies natuurlijk. Zit wel iets op je kin, toch? Echt. Je tanden gepoetst. Echt. Hier, laat maar weg. Laat eens aan de mensen zien. Hier. Ik kan niet eten. Oh, sorry. Nou, we hebben hier lekker eten. Mama, wat is het? Sausijsjeskoelers. Oké, met aardappels. Maar jongens, niet van sausijsbrood. Toch, José? Nee, niet van... Niet van sausijsbrood, want dat dacht ik. Nu heb ik... Van alleen sausijsworstjes. Ja. Net kwart. Ik denk dat onze kinderen het allemaal wel weten. Lekker! Lekker gast. Toetje. Hang op. Wat had het in? Je moet naar beneden, helemaal duwen. Doe maar. Dus zo. Naar beneden en zo helemaal omhoog. Proberen op je lepeltje. Oh, zo. In één keer iets op te halen. Met honing en dat spul. En dan doe je een beetje smakken. Lekker. Maar niet mixen. Dat is echt Oh, is wel echt lekker.
van onder naar boven iets vrucht, dat het allemaal op je lever zit. Oh. Gaffe, dat wel lekker kan naar je koffie doen. Wel lekker. Ja, alles staat klaar. We hebben alles. GoPro heb ik geleend van D, dus ik heb er wel eentje mee. En we zijn ready om straks te gaan. Het chill is wel dat we dit keer niet per se in de nacht vliegen, waardoor zeg maar, alles door de war gaat. Qua ritme en zo. Chill, hè? Zeker chill. Oké, okay, enthousiast. Vlek. Ah, vlek. Nog vlek. Vlek. Ik heb net ook een vlek. Ik heb ook een vlek. In mijn mooie nieuwe trui. Hier, ergens. Vlek. Maar ja, er is niks aan te doen. Gaan we lekker naar jou en dan gaan we slapen en dan gaan we morgen lekker vliegen. Hè? Dat doen we erin. Zo, ik ben even WC edit hier. Kijk eens aan, die is klaar. En nu ben ik best moe. Het is 11:30. Morgen vroeg op. En dan gaan we vliegen naar Creta. Yeah. Ik heb er echt super veel zin in. Maar ik ben nu echt kapot, dus ik ga lekker slapen. Ik vertel morgen wel iets over de vlucht, want die is wel een beetje fucked up. Party to party, I'm with the gang. Ik ben dus een beetje hyper. Want we gaan zo op vakantie. Hey, je weet niet dat ik jou voor schut ga zetten, hè? Ik wil jou het schreeuwen. Hij klonk wel echt of ik een ziek leeg hoofd heb. Gelukkig vind je het zelf wel leuk. Oké, zou ik iets leuks zeggen? Ja, daarom juist, dus dan ga ik nog even door. Kleine piece. Okay. Ja, echt hè? Ik zei, auw, ik kwam naar mijn teen. Ik kwam naar mijn beweging en ik hoorde mijn teen aan het vallen. Echt zo. Ik beweging nu kapot. Dat doen moeders echt. Nee, maar mijn teen wel. Jij moet wel weer, heel hard lachen, hè? Wat is dat? Nice. Waar gaan we eigenlijk heen? Creta. Hoe gaan we daar komen? Met 50 tussenstops en 3 keer wachten. En... Maar daar ben je er wel. We doen er ongeveer 2,5 jaar over. Maar... 3 eeuwen. Oh, maar misschien. We gaan! Yay! We gaan naar Creta! Woo! Isa. Het is ook nog nat daarna, dat gaat lekker. All around me are familiar faces. But I'm places. Oh, lekker kind. Lekker hoor. Lekker broodje kind. Ja, we zijn er eindelijk. Ik dacht, ik loop even naar buiten en doe net alsof ik voor het eerst binnenkom. Maar eigenlijk ben ik al binnen geweest. Pas net. Maar het is echt heel erg mooi. Heel leuk. Ziet het allemaal uit. Kijk, dit is onze woonkamer. En dan hier hebben we een terras buiten. Er zitten hele lieve poesjes. Oeh, wat schattig. Heel lief. Maar we hebben hier dus lekker gewoon een bank. En dan hebben we hier een opbergplaatje. Hier kan je naar de wc. Dan hebben we hier een tafel, koelkast met allemaal ja, dingetjes. En lekker koud water. Kan ik wel even gebruiken. Ongekend, het is hier zo warm. Maar daarvoor zijn we ook op vakantie gegaan natuurlijk. Dan gaan we nu even naar boven. Hier, de badkamer, de wc en een mooie regendouche. Very nice. En dan, uit die onderige site, we have Isa in our bedroom. Dan kunnen we gelijk zo in het water.
Nee, volgens mij ook niet. Oeh, het is wel lekker warm. Wat mooi. Daar is nog iets aan, daar stil in die. Kijk hoe leuk. Heel vet. Beautiful girl. That's why I will never work. You have it. Wij hebben een reis achter de rug, ongekend. Die duurde zo lang, voor mijn gevoel ook gewoon. Maar we zijn er uiteindelijk. En het grappige is trouwens ook dat het hier een uur later is dan in Nederland. En nu zitten we. Haha, jij bent zo leuk. Mag ik jou zijn? Oh mijn god, wauw. Maar we zijn dus eindelijk bij eten aangekomen. En daar heb ik heel veel zin in. Isa heeft lekker pizza. Ik had pizza met champignons besteld. Maar de champignons zijn weer, ik kan alleen niet. Dat is wel geinig. En ik heb ook iets, maar dat is er nog niet. Kijk, dit ziet er dus heel erg nice uit en ik heb er ook heel veel zin in. Maar hoe eet je dit dan helemaal? Dat is toch best moeilijk? Maar het lukt vast wel. Eet smakelijk! Ik ga hier zeker een lekkere vakantie hebben en ik hoop dat jullie ervan gaan genieten. Ik ben hier 2 weken, dus dat is super lang. Ik ga lekker video's maken en dan zie ik jullie gewoon snel weer bij een video hier vanuit Griekenland. Tot de volgende keer!